ben gek op golven. En ik vind het leuk om al die oude collega's weer te zien. En kijken of we ze weer kunnen verslaan. Vorig jaar hebben we gewonnen, dus dat zou leuk zijn. Het is de eerste keer dat ik meedoe. Vaak moest ik wat dingen doen. Het is meestal een drukke periode. En nu was ik vrij. Dus, maar ik vind het wel leuk om een keer mee te doen. Ja. Ik heb natuurlijk een verleden bij beide clubs. Maar Theo Verduivenbode van Ajax die belde mij als eerste. En ja, ik was in Nederland. Ik dacht, leuk, ik doe mee. De meeste die ken ik goed, die zie ik niet vaak. Dus dan is het altijd leuk om van oude bekenden een balletje mee te slaan. Ik doe het omdat het leuk is, omdat je aan het lopen bent. Dus dan doe je nog iets. En dit is natuurlijk toch wel weer leuk dat je wat gasten van vroeger ziet en zo. Ja, dan moet je maar opletten. Slapen doen we 's nachts, ja? Wil je de stand nog weten? Einde van de rit. Ik heb de flightindeling al gezien. Ik speel met Pierre. Nou, daar speel ik wekelijks mee, dus wat dat betreft zijn we op elkaar ingespeeld. Maar het maakt mij niet uit met wie ik speel. Joh. Het gaat meer om de leut, buiten het feit dat je natuurlijk wel van Ajax wil winnen. Ik weet van Harry van der Laan en Ruud Gullit dat die een aardige bal slaan. Maar ik weet ook wel van Kenneth Perez en zelfs Klaas Nuninga op zijn 81ste speelt nog handicap 11. Dus ja, aan beide kanten zijn er gewoon goede golfers bij. Maar volgens mij is het het allerbelangrijkste dat het een leuke dag wordt. En het golven is heel leuk om te doen. Maar de borrel na die tijd is ook altijd wel gezellig. Ik speel nu met de Brunings. Dat is wel eigenlijk ons niveau. Dat is de enige nadeel. Dus ja, je moet je wel uitzenden. Dat hij denkt dat hij heel goed is, maar dat is hij niet. Wij doen het eigenlijk gewoon voor de grap. En als we nog kort even teruggaan naar uw tijd als speler en daarna ook als trainer. Welk moment zal u altijd bijblijven aan de klassiekers die u daar hebt meegemaakt? Volgens mij was dat een wedstrijd in de Kuip dat wij van Ajax wonnen met 4-2. Dat was John Chiedetti, dacht ik, die een hat-trick maakte. Dus ik krijg er nog kippenvel van. De sfeer die er toen hing die middag in de Kuip. Dat zijn wel momenten die vergeet je dan ook nooit meer. Nou, ik denk dat dat dan de klassieker is die we uit met 1-3 wonnen in het Olympisch Stadion. Toen liep Ajax een ereronde met Europa Cup 2, die hadden ze die week daarvoor gewonnen. En toen onze toenmalige captain Benny Wijnsteeg zei van, maar dit laten we niet over ons heen gaan. Ja, ze lopen een ereronde met die Europa Cup door onze warming-up heen. En toen zijn we erop gegaan en die hebben we gewonnen. Eén keer speelden we best wel goed, verloren we met 8-2. Maar het meest leuke was eigenlijk aan de meet, werden we toch kampioen. En daarna hebben we in dit jaar 2-2 gespeeld voor de beker, daarna thuis gewonnen. En ook weer thuis gewonnen van Ajax en je haalt het dubbel. Ja, dat zijn wel dingen die je nooit vergeet. En dat was eigenlijk wel het grappigste wat ik meegemaakt heb in al die jaren. Dat ze er zo van overtuigd waren. Zij vergaten dat ze die dag toevallig mazzel hadden. Weet je niet, dat alles mee zat. Maar daar keken wij wel doorheen.